Nou, we zijn in Den Helder. En ik ben nu vlakbij het stadhuis. En ik ga proberen burgemeester Schuiling, de heer Koen Schuiling, te spreken. Goeiedag. Goeiedag. De heer Koen Schuiling is hier aanwezig. Ik zou heel graag met hem een kort interview willen hebben. Het gaat me nogal aan het hart. Ik kende Rob Scholten van 20 jaar geleden uit Amsterdam. En dus ik heb wel eens met hem samengewerkt, maar ik heb hem ook al 20 jaar niet gezien. En ik ben ook nog niet in het museum geweest. En nu heb ik begrepen dat de burgemeester ook nog niet in het museum is geweest. Er zijn schitterende. Ik ben gek op Den Helder. Het is een prachtig strand waarop de duinen nooit betonnen elementen zullen komen staan. Geen hotels, geen appartementen, puur natuur. We hebben een prachtige Japanse tuin. We hebben fortificaties. We hebben een maritieme historie. Ja, en dit museum hoort er ook bij. Als onderdeel van Den Helder. Bedoel je op Rob Scholten Museum? Ja, dacht ik. Nou, ik ben een keer in het Rob Scholten Museum geweest. Kunst, ja, kunst is heel persoonlijk. Het beleven van kunst is heel persoonlijk. Ja. Vind je iets mooi of vind je iets niet mooi? Ja. Je kunt niet concreet zijn over kunst. De kunst is altijd maar een beleving. Van hoe zie je het, hoe kijk je er tegen? Er zijn best heel veel dingen die vind ik schitterend. Ja. En dat is een wandeltocht van Den Helder. En daar heeft hij ook zijn museum opengesteld. En toen zijn we doorheen gegaan. Dat heb ik ook wel nou, bijzondere dingen gezien, maar dat is alweer van een paar jaar terug. Is het belangrijk genoeg om het museum te houden? Maar ik vind dat gezeur, want daar gaat het in feite over. Het gezeur over het Scholten Museum. Ik vind dat mensen hakken een kindje knoop door. Gun hem die ruimte, want dat is het. Hoe vindt u dat er zo tumult is ontstaan over het museum waar we nu zijn? Ik vind het vreselijk. Ik strijd voor het behoud van het Rob Scholten Museum. En daar wil ik alles voor doen. Ik ben hier vrijwilliger. En ik weet hoeveel mensen er uit het hele land komen om het museum te bezoeken. Die ook allemaal het vreselijk vinden wat ze lezen op de site en wat ze lezen van alles wat hier in de gemeente gaande is met betrekking tot het Rob Scholten Museum. Ja. En ik heb vanmiddag iemand gesproken en daaruit bleek dat het eigenlijk helemaal niet zozeer ging om wel of geen museum, maar dat het meer een soort van personenconflict was. Die indruk heb ik ook. De burgemeester is hier nog nooit geweest, terwijl Rob hier al jaren zit. En dat zou toch op zijn minst als burgervader eigenlijk boven de partijen staande hier moeten komen. Rob heeft enige tijd geleden nog tijdens een gemeenteraadsvergadering ingesproken en de burgemeester een hand gegeven, zelf gedaan. Maar het zou zieren wanneer deze man boven zijn persoonlijke zaken ging staan en het belang van Den Helder voor ogen houdt. Hoi, Rick. Hoi, Rick. Dank. Hey. Zo. Ja, ik ben natuurlijk inderdaad wel dicht. Ja. Een heel bekend gezicht op deze manier. Heb je? Ja, toch? Ja, het is wel ver weg, maar wel rings een bel. Right. Wauw. En dat is mijn vrouw. Hè? En wat mooi geordend. Hallo. Ja, hoi. Hi. Roderick. Ik heb een koffie. Ja, ik heb hem aangezet. Oh, ik heb aangezet. Perfect. Oh, een koffie. Nee, niet. Jeetje, ik ben verbaasd over de netheid, de geordendheid. Anders kunnen we niks terugvinden. Dus nee. Ik kan ook niet overal zelf bij, dus ik moet het kunnen aanwijzen wat er wat gepakt moet worden. Dit is dus mijn
Gelukkig is het gelukt. Ja. Maar ja, alleen helaas niet met de burgemeester. Oh, nee. Ja, daar lukt weinig mee. Ieder woord. Hé, fijn dat je hier mag roken. Je moet hier roken. Wat leuk. Fijn. Het is wel even allemaal mooier spul geworden dan vroeger, hè? Echt? Ja, ja. Alles is geïmplodeerd. En minder slepen. Hè? Alles is geïmplodeerd. Het is een klein oogje en je hebt er eentje op je stropdas zitten, in camera. Het is echt spyware overal. In een vlieg, inderdaad. In een vlieg zit gewoon een camera. Mag je niet bellen? Ja, ik weet het nog wel, maar dat hebben ze wel tientallen jaren volgens mij. Zonder dat ze het ons vertellen. Je hebt je eigen blog, zeg maar, waar je dingen publiceert. Ja. Leuk man. Dat is altijd Even kijken hoor, hoe ik dat nou ga doen. Ga je die op jezelf zetten? Ik zet deze op mezelf. Oh, wat leuk. Nou, dan is het goed dat je ook in beeld bent. Ik had het altijd lastig. Ja. Om jezelf te zien. Vind je niet? Je bent wel, kijk, je hebt geen eindverantwoordelijkheid, eindverantwoordelijkheid over de shots, dus dat maakt er al uit. Ja. Als je dat wel hebt, dan wordt het lastiger. Mm-hmm. Dankjewel. Ze komt nog wel terug, toch? Vast wel. Ja. Ja. Hoe ga je nou met deze nieuwe situatie om? Want over een week dan zou je er dus uit moeten. Ja, dat zou moeten. Maar dat gaan we niet. Nee toch? Nee, natuurlijk niet. Je hebt nu alles zo mooi op orde. Nee, maar het is natuurlijk een totaal crimineel vonnis geweest. Kijk, het doet geen enkel recht aan de situatie. Er wordt dus beweerd dat ik 19.000 euro schuld heb aan gas en licht. Het wordt door ons totaal betwist, om allerlei redenen. Het is na heel veel gezeur om afrekening te krijgen. 4 jaar zeur om een jaar afrekening. Bij vooruitbetalingen in deze tijd. Wat gewoon nooit gebeurd is. En dan in 1 keer deze rekening. Die gewoon niet deugt. Nee. Dus dat is allemaal deel van de bonenprocedure. En die bonenprocedure die is ongoing. En de uitslag daarvan bepaalt pas wie er gelijk heeft in dit conflict. Eigenlijk ben ik een ontzettende kunstbarbaar. Oh. Is dat een mooie intro? Ja, een heel mooie intro. Nu zijn we er echt, voor het eerst. Voor het eerst? Jij bent hier voor het eerst en ik ben hier voor het eerst. En nu niet met de burgemeester, maar gewoon met Venna. Ja. Ja. Wel fijn om hier even met jou te zijn. De steun die we hebben is ongelooflijk. Alleen de tegenwerking van het gemeentebestuur is even zo groot of zo niet groter. Kijk, wat er toen gebeurd is... Kon het niet anders? Kon je niet om het museum of om de gemeente heen werken? Je kon niet om de gemeente heen, want de gemeente was eigenaar van het gebouw. En dat is natuurlijk de crux. Wie zoiets heeft, die kan er in principe ook bepalen. Alleen de smeerlapperijen waarmee men tot dit punt gekomen is dat we eruit moeten, die zijn echt ongehoord. Dat is een ongehoorde en zeer onverkwikkelijke geschiedenis. Ja.
Want uiteindelijk heb ik dus nooit cijfers gekregen. Uiteindelijk is de afspraak met die KOS dus nooit waargemaakt. Dus ik heb eigenlijk al die verbouwing voor niets gedaan. Ik heb de tentoonstelling moeten afzeggen. En vervolgens dus die open brief, daar zou een antwoord op komen. Er is nooit enig antwoord gekomen op die open brief. Moet je nagaan dat er dus een open brief is die ondertekend wordt door zoveel mensen. En een gemeentebestuur onttrekt zich van elke maatschappelijke verantwoordelijkheid en weigert gewoon zo'n brief te beantwoorden. Op een gegeven moment is toen heel goed de wethouder van Financiën naar me toe gekomen, Gert Visser. En die zei, ja, het is inderdaad waar, jij kan geen businessplan maken. Schiet hier nu wel af, omdat je geen financiële onderbouwing hebt. Maar wij hebben je die cijfers nooit gegeven. Dat interview heb ik gezien op Welch. Dat heb ik inderdaad, ik heb hem later geïnterviewd. Niet zo lang geleden was dat opgenomen. Ja, nee, dat is niet zo lang geleden. Dat is denk ik een jaar geleden opgenomen ongeveer. Maar Visser die kwam hier en die wou mij dus gewoon de cijfers geven. Daar had ik recht op, vond hij. En hij zou er alles aan doen. Maar de volgende dag kreeg ik dus een mailtje van de burgemeester dat Visser het helemaal niet met me eens was. Dat ik alles had gekregen, alle informatie. En dat ik niks tekort kwam. Ik had helemaal geen enkele financiële informatie gekregen. En twee dagen daarna stond Visser dus voor op de Telegraaf als geheilig gehoord. Want wat had de burgemeester gedaan? Hij had een anonieme brief tevoorschijn getoverd. Waarin, verzonnen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, uit het rapport blijkt geen enkel bewijs. Er is nooit enig bewijs geleverd van enige... Heeft er iemand zich een keer gemeld van ja, ik was dat? Nee, er wordt alleen maar geslingerd met de anonieme getuigen. Maar hij is wel op weg gestuurd. Hij heeft nooit een weerwoord mogen houden. Hij is zonder een weerwoord te mogen geven, is hij weggestuurd aan deze gemeente. Die wethouder. Die wethouder die voor ons was en later heeft een vriendje van de burgemeester. Maar dat doen ze natuurlijk altijd. Als er dan een rapportage moet worden gemaakt, vraag je een vriendje. Wat hij die boeken had geschreven. Die mocht dan de rapportage schrijven wat er gebeurd was. Maar zelfs hij concludeert in dat rapport dat de belangrijkste reden waarom Visser weggestuurd is niet de seksuele intimidatie is zoals hij op de voorpagina van de Telegraaf stond. Maar, en nou komt het, omdat hij de solidariteit binnen het college had doorbroken in zijn positie over het Rob Scholtenmuseum. Ja. Dus dat was de eigenlijke echte reden. Maar goed, hij was dus weg. Dat was de derde wethouder die ik dus had. En daarna kwam een andere wethouder die inmiddels ook weg is gelukkig. En zeer verdiend, omdat hij opnieuw de gemeenteraad heeft willen belazen. De heer Kuipers, een D66-man. En die heeft er echt alles aan gedaan om het gebouw een vriendje van hem te verkopen. Wat uiteindelijk dus gelukt is. Maar nu staat er op het gebouw te koop. Te koop. Nou, en er staat bovenop verkocht. En die verkocht is van ons. Omdat wij al sinds deze zomer, een afspraak hebben met de gemeente. De gemeente heeft handen geschud in het confraternele overleg tussen de advocaten. Met mijn advocaat over dat gebouw voor 245.000 euro zou worden verkocht aan ons. Ze zouden een koopcontract opsturen. De handshake is bindend, hè? Is bindend. Gewoon. Dat vind ik het belangrijkste onderdeel. Het was gewoon verkocht. Maar Rob, is dat niet het bewijs? Ja, maar natuurlijk, dat is het bewijs. Maar dan moet je ook het bewijs kunnen leveren. En zoals je weet in deze Nederlandse rechtsstaat, in een kort geding en in een spoedappel mag je geen getuigen oproepen. Dus die getuigen verhoren over alles wat er gebeurd is, die kunnen pas plaatsvinden in de bonenprocedure. En daarom is het ook zo unfair, omdat het Hof in Amsterdam zo heeft willen oordelen. Want daarmee gaat ze volledig voorbij aan een normale rechtsgang. En mij worden gewoon basisgrondrechten worden gewoon ontzegd hier. Dus wij geven geen gehoor aan dit vonnis. En dat doen we volgens mij met recht. Ik heb het gevoel volkomen in mijn recht te staan daarin. Dat denk ik ook. Dus dat is de situatie. En uiteindelijk, het is natuurlijk ook bizar dat ze tot de dag van vandaag onduidelijk blijven over hoe ze met ons om willen gaan. En dat doen ze bewust natuurlijk. Daarmee zetten ze natuurlijk mijn gezin en mij. Ik woon hier met mijn twee kinderen en met mijn vrouw. Zetten ze natuurlijk op een gigantische manier onder druk en laten ons in volstrekte onzekerheid over de afgelopen. Waardeloos, want jouw kinderen gaan ook nog naar school.
Tuurlijk. De kinderen zijn om half zeven vertrokken, want er is helemaal geen gymnasium in Den Helder. Den Helder heeft het slechtste onderwijs van Nederland. Dat mag allemaal niet verteld worden, want ik mag geen moeder reclame maken voor de stad, want Den Helder heeft het. Maar, en Den Helder heeft het ook, maar Den Helder heeft geen gymnasium. Dus mijn kinderen moeten gewoon elke ochtend naar Alkmaar om daar de opleiding van hun te volgen. Ja. Meestal is een van jouw slechts kinderen onderwijs van Latijn terug. Er is heel goed marineonderwijs en er is heel goed beroepsonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs. Ja. HBO ontbreekt vrijwel ten einde maal. Kijk, het is dramatisch. Dit is dramatisch. Deze stad van 59.000 inwoners, hè? Ja, nou ja, dat is veel te veel. Nee, het zijn 49.000. Volgens mij op dit moment niet 59. We zijn een krimpgemeente. Ik durf te stellen dat het beleid van BMW deze krimp veroorzaakt. Ja. Omdat alles wat eigenlijk liefdevol is in deze stad, wordt aangepakt en met grote militaire laarzen de grond ingestampt. Dat is eigenlijk vanaf het moment dat ik hier kwam. Toen ik hier kwam waren ze nog een leuk Surinaams restaurantje, een leuk Indiaans restaurantje. Het is allemaal weg. Alles is weg. Terwijl VVD zou je zeggen, want daar had ik nog een vraag over. Dit is een gerealiseerd communistische stad eigenlijk. Te zien aan het carillon. Hè? Aan het carillon? Ja. Wat een lelijk ding vind ik. Wat is het carillon? Het hele grote, dikke, zeg maar lompe ding vlakbij de duin. Helemaal in Noord. Carillon aan de zee, zeg maar. Ik weet niet waar je het over hebt. Is dat een klokkenspel? Klokkenspel, ja. Het is me tot dusver ontgaan. Oké, okay. Dus het was misschien ook maar goed ook. Nou, nee, het is gewoon, het is een prachtige stad. Ja, het is een prachtige, het is een vestingstad. Ja. Het is door Napoleon gebouwd eigenlijk. Mm-hmm. Dus de fundamenten zijn door Napoleon gelegd. Napoleon achtte het Gibraltar van het Noorden. Hij wou hier ook zijn hoofdstad maken van Nederland. Ik denk dat hij dat goed gezien heeft. Deze stad is van ongelooflijk betekenis geweest. En gaat dat denk ik weer zijn. In strategisch opzicht, maar nu ook... Nou, het was natuurlijk nooit vergeten dat... ik heb lang op Tenerife gewoond. En op Tenerife was zeg maar de aankomsthaven voor alle schepen, de conquistadores die zeg maar in Zuid-Amerika, dus het goud van Mexico, kwam allemaal natuurlijk eerst op Tenerife binnen. Columbus zeilde weg toen hij Amerika ontdekte vanaf Gomera, Tenerife. Het laatste wat ik zag van Europa was de Teide, de grote berg op Tenerife. En als ze terugkwam, gaan ze weer via de Canarische eilanden. En dan pas ging het spul naar Lissabon en naar Madrid, waar de opdrachtgevers zaten. Maar de belangrijkste lading ging natuurlijk van boord. Ja, de illegale lading ging van boord op Tenerife. Dat is heel beroemd gegeven. En dat werd daar gestoord om later op te halen. Ja. Datzelfde speelt ook in Den Helder. Den Helder is een stad die zeg maar de entree was tot Nederland voor de VOC. De VOC-schepen kwamen eerst voor de reden van Texel en bij Helder, het visserdorp Helder. En dan pas ging het door naar Amsterdam, want het Noordzeekanaal bestond nog niet. Hè? Dus het ging over de Zuiderzee naar de heren 17 die de opdracht hadden gegeven. En daar werd... Maar ondertussen was natuurlijk een deel van de illegale lading was al van boord. Dat ging hier. Texel, Den Helder, staat bekend zeg maar als roversrol. En dat is het natuurlijk nog steeds. De Jutter, zoals de Heldenaar zegt, is natuurlijk een rover, strandrover. Kijk, de schepen vergingen hier op de zandplaat die hier voor de kust ligt. En als het niet vergingen, ja, dan hoef je maar een baken te verzetten natuurlijk. De bakers verzetten, dan ging het alsnog naar de Filistijnen. Zo verdiende men hier geld. Dat was een hele gebruikelijke aangelegenheid. En dat is eigenlijk natuurlijk niet anders geworden. Kijk, we hebben nu natuurlijk wel het Noordzeekanaal nu hier. Maar uiteindelijk is natuurlijk de transporten, ik hoef je niet te vertellen welke, die komen natuurlijk allemaal ook aan hier, vanuit het Caribisch gebied, vanuit Afghanistan. En ik denk dat het nog steeds zo is dat die positie heeft, net zoals Tenerife ook nog steeds die positie heeft. Dat gaat niet weg natuurlijk. Dat is een hele... Als je je dat had gerealiseerd toen je hier naartoe kwam? Ja, ik weet niet of ik veel anders gedaan had, eigenlijk. Nee. Ik heb naar mijn idee gewoon oprecht een museum willen runnen voor eigen rekening, met vrijwilligers. Ja. En dat heb ik gedaan en ik heb ook laten zien dat het kan. Dus kijk, als je dat natuurlijk vergelijkt met hoe normale musea functioneren, waar je gewoon de deur dicht gaat met een subsidiekraan dicht stopgezet wordt. Dat is hier natuurlijk anders. Wij zijn hier voor eigen rekening bezig.
En we hebben, en ontlenen daar ook onze trots aan natuurlijk. Zowel het werk is voor mij privé als de vrijwilligers die het steunen. Ja, weet je, het is gewoon heel anders. Je moet even zien dat alles in Den Helder gesubsidieerd is. Hè? Dus alle cultuur is zwaar gesubsidieerd. Op het theaterkaartje moet weet ik hoeveel bij worden betaald. Op bibliotheekboeken moet weet ik hoeveel bij worden betaald. Ik heb hier een bibliotheek van 60.000 boeken van het mooiste spul. Alles wat niet meer in de bibliotheek in Den Helder te krijgen is. Omdat die langzamerhand alleen de top 10 aan het volgen zijn. Dat is het probleem van alle bibliotheken in Nederland. Nou. Dat gewoon de goede boeken, die staan wel bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dan moet je een papiertje invullen en dan krijg je inderdaad binnen een week heb je dat ding wel geleverd. Maar een bibliotheek was zo fijn omdat je daar kennis kon verzamelen. Ik heb allemaal literatuur leren kennen, omdat ik gewoon door de bibliotheek kon struinen en boeken kon inslaan. Ik had heel veel dingen nooit gevonden natuurlijk, als ik daar niet gewoon op de hand ingezeten had. Hoe kan je nou weten welk boek goed is, als je alleen de titel bijvoorbeeld al moet kennen, maar niet gewoon er tegenaan kan lopen? Wat we hier wouden doen, is ook een grote bibliotheek maken, waar mensen gebruik van konden maken. Geen leenbibliotheek, maar wel een leesbibliotheek. Ruimte zat. Nou, ruimte zat sowieso. Kijk, we hadden het groot. We zouden met die toezegging van Pieter Kors voor het gebruik van die twee etages, zouden het grootste museum van Noord-Holland zijn geworden. 3000 vierkante meter. Hè? Ja. En dat is toch, even mijn telefoon af, toch geen grapje. Weet je, dat is gewoon het boven het Noordzeekanaal, het grootste museum. Ja. Dus dat heeft allemaal niet zo mogen zijn door moedwillige belemmering. We hebben het nu over alle geschiedenis en gerotzooi gehad. Ja. Maar in feite, wat ik mij kan voorstellen, ik bedoel, als filmer heb ik ook gewoon mijn vrijheid nodig en mijn rust om dingen te kunnen doen. Dat is juist. Ik kan me voorstellen dat jouw rust weg is. Of kun je het toch innerlijk opbrengen om te werken? Nou, ik zal wel moeten, want anders dan stroomt het geld niet binnen en dan gebeurt er niks natuurlijk. Dus ik vanmiddag na dit interview. En ga ik naar Antwerpen toe, daar heb ik een opening in de kathedraal van Antwerpen, de grote kathedraal. En die dingen gaan gewoon door. Gisteren was ik in een museum in Gorkum, een tentoonstelling inrichten over borduren. Een hele mooie borduurwerkershow, daar heb ik ook een hele mooie bijdrage van mij in. Daar ben ik erg blij mee. Kijk, ik heb niet helemaal kunnen doen wat ik graag had gewild aan werk, maar ik denk dat ik mijn werk ook gewoon in een ruimere zin op moet vatten. Kijk, de mensen die me gebombardeerd hebben, die hebben me bedoeld als een soort kunstwerk. En dat ben ik geworden natuurlijk, tegen wil en dank. Die jou gebombardeerd hebben? Ja, die mij opgeblazen in mijn auto. Die hadden voor ogen mij een soort levenskunstwerk te maken. Een immobiele koning. Nou, dat is gelukt. Het was niet de bedoeling met de doden nooit. Hè. Het was alleen met de bedoeling mijn benen eraf te halen. Maar dat is gelukt dus. Cool, okay. Dat is gelukt. En heel lang weet ik dat. Maar het maakt niet uit. Maar ik wil het even zeggen. Ik zeg het om een andere reden. Ik zeg het eigenlijk om het volgende. Ik denk dat het ook zo is. Ik denk dat mijn hele leven en wat er me overkomt eigenlijk deel is geworden van hetzelfde kunstwerk. Het kunstwerk wat ik ben. Wat gewoon mijn persoon is, mijn verschijning is, mijn spreken is, mijn maken is, mijn strijd is, dat het er allemaal bij hoort. Want dit is natuurlijk niet de eerste aanslag. Dit is de tweede aanslag die nu plaatsvindt eigenlijk. Mm-hmm. En hij is nu gericht niet alleen tegen mij, maar hij is gericht tegen mijn gedachtegoed. Tegen mijn kunst, dat was hij toen ook wel. Maar toch was hij, dit is echt tegen mijn familie. Tegen mijn vrienden en tegen mijn collecties en mijn kinderen. En dat is een heel ander verhaal. Dit is een anonieme ploert. Een hele andere anonieme ploert dan iemand die een bom in je auto stopt. Dit is de anonieme ploert omdat ze zich gebruik maken van zogenaamde stem van de stem van Nederland. Zogenaamde volkswil. Terwijl het natuurlijk volstrekt geen volkswil is. Het is geen democratie. Nee. Maar Nederland is natuurlijk al heel lang geen democratie meer. We durven dat niet hardop te zeggen. Ja, maar ik ben er, ja, ik wel, omdat ik meen dat eigenlijk alles doorgestoken kaart is ter bescherming van de macht.
En ook dus de verkiezingen. Ik geloof helemaal niet dat deze uitslagen kloppen. Dus op geen enkele manier. En dat was eigenlijk met de Kamerverkiezingen vorige keer al duidelijk. Ik heb ooit een keer in 1982 heb ik kandidaat gestaan zelf voor de gemeenteraad in Amsterdam. Dat was met de reagering van Mike van Bibikoff. Jij bent geboren in Amsterdam? Ja, ja, ik ben in 1958 in Amsterdam geboren. En ik heb er lang gewoond. Ik ben mijn hele jeugd weg geweest, buiten de stad. Maar ik ben natuurlijk toen gaan studeren, ben ik weer teruggekomen. Ik woonde op de Haarlemmerweg. En ik deed er zeg maar eindexamen in 82 of 81 op de Rietveld. En ik kwam daardoor natuurlijk ook in die hele kraakbeweging terecht. Niet dat ik ooit gekraakt heb, want ik ben een heel gezagsgetrouw persoon. Ik betaal het keurig de huur. En ook mijn elektriciteitskosten overigens, als een deugd. Maar goed, dus ik kwam door mijn vriendschap met Ad de Jong, met Warmoestraat 139, kreeg te maken. Ik had met mijn vriendschap met Peter Gielen, kreeg ik te maken met Aorta. En wat is dat? Aorta, dat waren eigenlijk twee kunstinitiatieven waar dus gekraakte panden, Aorta was gevestigd in het NRC-gebouw. Ah. En die eigenlijk zonder daar, dus uit op eigen initiatief grote tentoonstellingen maakte. Waarom vertel ik dit? Nou, om de historie van jouw kunstenaarschap eigenlijk te illustreren, denk ik. Ja, nou ja, goed. Ik had er een hele reden om dit te vertellen. De reden die ik moet al rond terugkomen naar waar ik net over had. Als je bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat ooit vertelde binnen de openbaar, maar bij mij, als je bijvoorbeeld een heel mooi boek wat ik vroeger las toen ik 14, 15 was Tolkien in de Ban van de Ring. Mm-hmm. Dat is een prachtige gemeenschap, dat is in de Hobbit, waar Frodo woont, waar Bilbo woont, en die wonen allemaal met elkaar. Die hebben het goed, die roken een pijpje voor de deur, die zitten voor hun huisje, en ze zitten allemaal in de gauw. En leven is vredig. De burgemeester is gewoon de postbode. Die brengt de post rond voor iedereen. Mm-hmm. Er is geen advocaat, behalve erfeniskwesties moeten geregeld worden. Er is geen ruzie namelijk. Ze hebben één afspraak. Ze zullen nooit naar elkaar toe geweld gebruiken. Nooit. Dat is de deal. Mm-hmm. Dat is de deal. Maar er komt natuurlijk invloed van buitenaf in de gauw. Dus van buitenaf komt er indringer. Wat hebben ze dan? Dan hebben ze de watcher. Dat is één man. Die is ingehuurd om de indringers eruit te flikkeren. Nou, die regelen met z'n allen en dat doen ze. Op een dag komt daar aan. Tovenaar Gandalf. En die heeft een ring bij zich. En die vertelt over deze ring. Hij zegt, deze ring, Bilbo, Frodo, deze ring mag je nooit om je vinger heen doen. Nooit. Want als je hem om je vinger heen doet, dan heeft die ring zo'n invloed en die geeft je zo'n gevoel van macht dat je hele geest verandert. Dus doe dat nooit. Ik wil jullie vragen om met deze ring naar Mordor te reizen en de ring dan te vernietigen in de vulkaan. Maar Frodo hangt hem dan ook om zijn nek heen, aan een ketting, om hem niet te hoeven dragen om zijn vinger. Want hij weet gewoon, als hij hem draagt, dan verandert zijn mind. Nou, die ring is volgens mij de staat. De macht die de staat geeft aan individuen die buitenproportioneel is. Kijk, opeens iemand die hier in een rijtje huizen woont, wordt commissaris van de politie. Hij heeft altijd wel het idee gehad dat die buurman iets doet wat niet deugt. Nu kan hij dat gaan realiseren. Hij kan het alleen maar realiseren. Niet omdat hij de buurman is van die man. Maar omdat hij die positie heeft. Zijn macht is groter dan hij werkelijk is. En is ook voorbij op het moment dat hij die positie kwijt is. De burgemeester van Den Helder heeft een macht die groter is dan hij mentaal aan kan. Hij meent zich dingen te kunnen veroorloven die een normaal mens niet kunnen... Die normaal mensen niet kan veroorloven. En dat komt omdat hij om zijn vinger heeft hij die ring. Die ring van Mordor, die ring van het kwaad eigenlijk. De golem, dat is die figuur die achter Frodo als hij op weg naar Mordor is aanloopt. Oeh, ik wil de ring, mijn liefje de ring. Die heeft één keer die ring om zijn vinger gehad. Dus die weet hoe het is om die onmetelijke macht te hebben. Te voelen. Ja. En die kan geen afscheid nemen. Van de macht die daarbij hoort. Dus die is constant loopt, die achter die ding. Hij is helemaal vervormd en loopt erachteraan.
Maar hij heeft hem ook niet heel even omgehad, hè? Nou, hij heeft hem ooit misschien omgehad. Hij was vroeger ook een hobbit. Net zoals Frodo en Bilbo. Ja. Maar hij heeft hem omgehad gedaan. Hij heeft dus eigenlijk gehandeld tegen het advies van Gandalf in. Gollum. En daardoor is zijn hele mind vervormd geraakt naar die macht. En dat is denk ik aan de hand. Met dus de macht die de individuen krijgen door middel van die staat. En dat is een macht die dus in geen verhouding is tot de persoonlijke kwaliteit van de mens. Dit is een macht die puur door functie gegeven wordt. Ik ben commissaris van de koningin, Remkes. Mm-hmm. Ik ben burgemeester van Den Helder, die ketting eromheen en dan. Maar hun hele mens zijn, waar het eigenlijk om gaat, wordt verdwijnt. En het, wat zich boost is een soort publieke macht die met alle graagte en ter eiger wellust wordt uitgeoefend. Want uiteindelijk is het natuurlijk te krankzinnig voor woorden. Dat ik hier 4,5 jaar probeer, 5 jaar bijna, een museum elke dag open heb. In het hartje van de stad, vlag wapperend op het gebouw. En dat er gewoon de belangrijkste, de eerste burger, de burgervader voor een ieder, dat hij niet eens zich in kennis wil stellen. Van wat er dan hier gebeurt. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Hij niet eens wilde komen kijken. Gewoon. Nooit in het begin. Maar. Nooit. En misschien wel zijn de hardheid van zijn oordeel. Wat natuurlijk door die ketting, de machtsketting, die ring. Mm-hmm. Dat hij zich dat kan veroorloven. Om zo weinig te willen weten. Want weten, als je het weet, dan moet je dus je oordeel misschien veranderen. Dan zou je misschien empathie moeten tonen. Dan zou je misschien iets menselijks zien. Dan zou je misschien zien hoe mijn kinderen hier met de trein naar school gaan. Dan zou je misschien zien hoe de mensen uit het hele land hier komen aangereisd om dingen te bekijken. Kijk, als je niet, het is net zoals in Groningen. Je kan gewoon goede meters neerzetten om die aardbevingen te meten. Tiltmeters. Dan weet iedereen wat er gebeurd is. En dan weet je precies wat de schade van je huis, dat die afkomstig is van de Nederlandse aardgasmaatschappij. De NAM. Maar omdat je die meters neerzet, kan je het niet meten. En niet meten is niet weten. Niet weten. Nou, ja. En zo worden dus al die duizenden mensen worden hun claims weggeworpen. Want ja, er bestaan nog geen cijfers. Maar ondertussen zijn al 4 jaar lang wordt er een Nederlandse volksvertegenwoordiging wordt gevraagd om het inzetten van tiltmeters. En wat gebeurt er elke keer niet? De wil van het volk, die zogenaamd in de parlementen is, zogenaamd in de gemeenteraad is, zogenaamd in provinciale staten aanwezig is, wordt volstrekt genegeerd ten bate van ja, eigenlijk het kapitaal van onze koning. Maar laten we reëel zijn, dat is waar het op neerkomt. En als er ooit uitzicht is op een aansprakelijkheid voor de NAM, dan is de eerste die ze terugtrekt, is de Shell. Want die weet het wel te regelen dat ze dan eigenlijk op ontslagen zijn van hun verantwoordelijkheden, zodat ze niet mee kunnen worden getrokken in de schade. Kijk, het is natuurlijk niet alleen mijn strijd. Het is de strijd van heel Nederland tegen een crimineel regime. Dat is wat het op het ogenblik is. En het spijt mij ontzettend dat ik als Nederlander, ik ben lang weg geweest. Ik ben bijna 25 jaar weg geweest in het buitenland. Ik heb in Japan gewoond, ik heb in de Keulen gewoond, ik heb in Tenerife gezeten, bijna een decennium. Ik heb in België, in Brussel gezeten. Kijk, ik heb overal gewoond, ik heb het allemaal gezien. Ik ben weggegaan omdat ik het echt ongehoord vond. Maar ik ben weggegaan. Ik ben teruggekomen omdat ik mijn kinderen wel laten opgroeien in dezelfde omstandigheden waar ik in opgegroeid ben. Namelijk in Alkmaar gewoon naar een middelbare school kunnen gaan. En gewoon rustig kunnen leven. Dezelfde waarden die ik heb gehad, die mij gevormd hebben, dat zij die ook tot zich kunnen nemen. En daar ben ik ook heel erg blij om. Maar ik heb me ook voorgenomen dat ik me niet meer laat verjagen zoals die bommen verjaagd heeft met een persconferentie op Schiphol en dergelijke. Ik blijf nu hier en ik vecht dit gevecht tot het bittere einde uit. Want dit is mijn land. En niet alleen het land van de burgemeester van Den Helder. Het is ook mijn land. En ik wil me ook in de wet houden. En ik geloof ook in de rechtspraak, maar ik geloof niet in de rechter. En ik geloof niet in de manipulaties die er op de achtergrond plaatsvinden, want dat is heel wat anders. Kijk, je kan zeggen, Scholt heeft een gasrekening van 19.000 euro, maar ik heb een museum al 4 jaar lang geblokkeerd staan, terwijl een wethouder gewoon absoluut een rechtsgeldige verklaring heeft dat we kunnen uitbreiden. Die uitbreiding is 4 jaar lang geblokkeerd. En weet je wat dat maar geld en vermogen gekost heeft?
Nou, dat is natuurlijk... Maar dat kunnen we niet in zo'n kort geding behandelen. Omdat de rechter gewoon er niet eens naar wil kijken. Dat hoort bij een bonenprocedure. En daarom heb ik ook het recht om gewoon te kunnen blijven zitten hier tot een bonenprocedure is afgerond. Zeker weten. Dat is het hele ding. Wat is de reden dat je in het onlangs verschenen en openbaar gemaakte verklaring en ook vraag aan president Rutte om te komen, om je nodigt me nu feiten uit. Ik heb hem niet uitgenodigd. Oh, oké. Okay. Ik heb gevraagd wie een goed woordje voor was. Een goed woordje, ja. Ja, dat is eigenlijk het enige. Ik heb me heel bescheiden opgesteld. Dat was het, ja. En dan zeg je in de aanhef van een VVD'er na een VVD'er. Ja, omdat dat denk ik hier is hoe het hier in Nederland werkt. Het is ons kent ons. Het is de clubjes, de geheime clubjes die de dienst uitmaken. Ja. Maar een VVD'er is een per definitie... Mijn vader was een VVD'er zijn hele leven lang. Vrijheid, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En ja. Die twee woorden zijn dan net datgene wat verdwenen is bij de... Bij de VVD. Ja, en uit Nederland zo ongeveer. Ja, dat klopt, maar kijk, je kan ook een retorische vraag stellen. Ja, maar is het dan... Weet je hoe zoiets op mij overkomt? Ja, dat is niet... Zoiets komt op mij over van, ja, ik ben wel boos, zoals je weet, maar ik boos is niet het juiste blijf... woord. Boos is niet het juiste woord. Mensen zeggen dan van, je bent boos. Mm-hmm. Nee, ik ben niet boos. Als iets onrechtvaardig is... Dan wil ik graag die onrechtvaardigheden laten zien. Als alleen iets van de gemeente in oogschouw wordt genomen, al mijn claims gewoon van tafel worden geworpen en het er niet bestaan, ja, dan is het natuurlijk vrij makkelijk tot een oordeel te komen zoals het nu gekomen is. Maar dat betekent niet dat het een rechtvaardig oordeel is. Ook niet dat het bedoeld is om een probleem op te lossen. Integendeel. Kijk, mijn woede die is natuurlijk al, die bestaat al zo lang dat je het niet eens meer woede kan noemen. Het is gewoon heel erg gekanaliseerd. Ik ben. Ja, ik ben niet bitter. Ik ga gewoon door. Ja, dat is het. Ja, kom op. Recht zo die gaat. Dat is wat er aan de hand is. Ja. Recht zo die gaat. Recht zo die gaat. Maar de boete is niet juist hoor. Maar je bedoelt dat ik daar vertrouwen in stel in Rutte. Ja, omdat... Maar dat is toch welke middelen hebben wij als burgers... Om ons recht te halen. Nee, dat klopt. Je hebt geen haast. Je hebt nu als allerlaatste... Nou, ik kan nog een etappe hoger, maar ik zou een brief aan de koning kunnen schrijven natuurlijk. Maar kijk, het gaat er niet om of er geantwoord wordt. Want als er geantwoord wordt, dan gebeurt het toch binnen kamers. Ik heb gevraagd. Mijn stoel die maakt ontzettend veel herrie. Maar dat maakt niet uit. Maar ik... En natuurlijk hoop ik op een antwoord. Maar het antwoord zit erin dat hij, Rutte in dit geval, met zijn door de kroon benoemde burgemeester daar contact mee zou zoeken. Dat is eigenlijk het enige wat ik gevraagd heb. Voor de rest heb ik niets gevraagd. Ik begrijp best, dat hoef ik ook niet te horen of dat gebeurd is. Ik hoop gewoon dat hij informeel, als ik jou zou kennen en jij zou dit conflict met iemand hebben en iemand zou mij vragen, wil jij die meneer even opbellen een keer om... Gewoon te vragen hoe die. Ja, dan kan je zeggen dat ook kan ik niet doen, want het zit onder de rechter. Weet je, kom op zeg. Ik zie nog opstelten staan over in de zaak Demmink. Ja. Dat er niets gevonden is, niets gevonden zal worden en dat er niets gevonden, et cetera. Dat was ook onder de rechter en toen kon hij het wel heel mooi vertellen, onze minister. Ja. Het is gewoon, weet je, het is selectief. Selectief dat ze ergens mee kunnen noemen. Ik heb Rutte ook gehoord over Harry Keizer, de voorzitter van de uitvaartvereniging, zullen we maar zeggen, de voorzitter van de VVD, dat het toch allemaal goed met die man was. Kijk, dat zijn ook allemaal processen die ongoing zijn en waar wel degelijk ministers ingrijpen. Het is heel wel mogelijk dat ze dat doen. Mm-hmm. En kun je al wat zeggen of dus ben je helemaal stil? Ik ben helemaal stil. Het is overwhelming. Het is vooral heel veel. Heel veel verschillende dingen.
dat het idee zelf is goed. Alleen in een situatie waarin de mogelijkheid wordt gecreëerd dat je dus onmetelijk groot kunt worden, die situatie waarin wij zitten, dat dus in feite de oorzaak is, mede oorzaak is van de ellende waarin we zitten. Nou ja, het eigen initiatief wordt in Nederland volledig om zeep geholpen. We hebben te maken met een aantal met koninklijke goedkeuring als hofleverancier functionerende grote ondernemingen. Maar we hebben niet te maken met een mogelijkheid van eigenlijk individuen om te komen tot wasdom. En dan heb ik het even maar voor het gemak op mijn eigen wereld, de kunstwereld. En dan wil ik even teruggaan naar bijvoorbeeld de discussies die ik met wethouder Kuipers heb gehad. Wethouder Kuipers die zei mij, weet je Rob, je kan het gebouw voor 8000 euro, was via het bemiddelde tussenpersoon, zei je kan het voor 8000 euro per maand, kan je het gebouw huren. 8000 euro. Oké. Hij zegt, 8000 euro, dat is toch helemaal geen probleem. Die willen wij toch gewoon helemaal financieren. Want die subsidiëren we je. Ik zeg, maar hoor eens eventjes meneer Kuipers. Mij subsidiëren voor 8000 euro per maand. Dus met andere woorden, als u het niet eens bent met de tentoonstellingen die ik maak, met de uitspraken die ik doe, met de teksten die ik publiceer, dan kunt u dus gewoon die subsidie stopzetten en dan is mijn museum te gronde gericht. Kijk, een museum is het alleen maar waard als je het zelfstandig kan draaien natuurlijk. En voor de rest is het niets. Hier in de stad is alles 100% gesubsidieerd. Het is een communistische dictatuur hier in Den Helder. En dat is onder het mom van VVD, VVD-vlag. VVD en D66, en dat doen ze door heel Nederland. Het is niet de vrije handelsgeest die gestimuleerd wordt. Integendeel, het is de handelsgeest van de overheid die hier op de werf, op Willemsoord, zelfs een eigen restaurant heeft. 100% concurrerend met restaurants eromheen die op eigen geld gemaakt worden. Dat is de essentie. Hier in Den Helder. Het is een overheidsbemoeienis die veel verder gaat dan bemoeienis, die actief aan het ondernemen is met overheidsgelden. En dat is het punt. Het is niet meer een overheid die zeg maar je wil faciliteren of wil voor de mensen is. Het is een overheid die met voor eigen rekening profijt probeert te halen op eigen activiteiten. En dat zie je met alle sociale instellingen gebeuren. Het gebeurt met alle ziekenhuizen. Gebeurt met alle scholen, gebeurt met alle woningbouwverenigingen. Ze zijn allemaal bezig voor eigen profijt handel te drijven. En daar zo wordt overheidsgeld permanent gebruikt. Voor eigen baten, voor eigen portemonnee. En dat is het probleem wat we in Nederland hebben. Dus het probleem wat betreft het Rob Scholten Museum is niet alleen het probleem van het Rob Scholten Museum. Dus het is het probleem van heel Nederland. En dat is ook waarom er zo'n ontzettende echo uitgaat als ik zo'n brief verstuur aan Rutte. Omdat het namelijk mensen uit hun hart gegrepen is. Dit is het probleem wat mensen allemaal meemaken. Als jij de ring zou hebben, hè? Ja. Zou jij er alles voor doen om hem in de vulkaan te gooien? Nou, luister, ik zal met je dit zeggen. Ik heb heel erg zitten nadenken de laatste tijd over dat G5-netwerk. Wordt uitgerold over Nederland. Waar natuurlijk die sleepwet ook mee te maken heeft. Ik heb in het museum een avond gehad. Waar de film van We Are Change Rotterdam wordt gepresenteerd. Dat gaat over een heel belangrijk thema. Dat gaat over het ongezien binnensmokkelen over Nederland. En het uitleggen van een matrix over Nederland heen. Alles overkoepelend. Alles overkoepelend. Netwerk. Ja, netwerk. Waar het natuurlijk eigenlijk alleen maar toe doet. Wie zit er achter de knoppen van het netwerk? Ja. Kijk, als jij natuurlijk in staat bent om een demonstratie tegen de regering of tegen een prijsverhoging of tegen een uitzetting van een museum tegen te houden met microwave stralen op je demonstratie. En die mensen dus allemaal wegvluchten omdat die microwaves gewoon voelbaar op lichamen hitten. Mm-hmm. Zo kan je dus demonstraties onschadelijk maken. Maar je kan ook hetzelfde netwerk positief gebruiken. En dat is dus het ding. Het heeft er alleen maar te maken wat de intenties
zijn van het gebruik. Nog even afgezien van de gezondheidseffecten die überhaupt dat G5-netwerk hebben op de vruchtbaarheid van onze kinderen, op onze genetische samenstelling en dergelijke. Maar het gaat erom, waar het om gaat, is dat het nu uitgelegd wordt over Nederland en over heel Europa met een enorme financiële support van de Europese Commissie en van onze nationale regering, eigenlijk ongebreideld, zonder iets te bekijken of iets te checken. Met als effect dat we gewoon in een soort digitale gevangenis terecht gaan komen. Die eigenlijk had kunnen worden gebruikt om de juiste mensen te isoleren, van de juiste dingen, de juiste zaken te beletten, misdaden te voorkomen. En dat is iets heel anders. Dus kijk, ik zeg niet dat ik de aangewezen man ben om achter die knoppen te zitten. Maar er zijn een hoop mensen met goede intenties. En nu blijkt dat het systeem gerund wordt door mensen met bad intenties. Ja, Italië, Siena. Dat is een tafereel uit de vroege renaissance. En daar is eigenlijk afgebeeld een stadhuis. En dan heb je aan de ene kant heb je het kwade bewind. Helemaal wat de gevolgen zijn van een kwaad bewind. En de andere kant heb je het goede bewind. Bij het kwade bewind zijn de akkers, staan droog. De teel, alles is onvruchtbaar geworden. De bomen hebben gebrand. De vrouwen zijn verkracht. Het vee is geringschat. En alles is kapot. Aan de andere kant heb je het goede bewind. De landerijen zijn vruchtbaar. De mensen zijn blij en lachen naar elkaar op straat. Er wordt geflirt. De ezel wordt... En dat zijn de twee. Ik ben niet tegen de koning. Laat alles heel duidelijk zijn. Ik ben niet tegen de monarchie als staatsvorm. Ik ben tegen het kwade bewind van de monarchie als staatsvorm. En dat doe ik ook hier met de burgemeester, want dat is precies hetzelfde. Deze stad is wat je nu ziet in de stad en je hebt er doorheen gelopen. Mm-hmm. Het zijn de resultaten van een kwaad bewind. Alles wat mooi was, is kapot. Elk gebouw dat u deed, is afgebroken. Er staan er nog twee overeind en die moeten en zullen ook plat. Dat is het station van de Grinten, mm-hmm. waar ik voor heb geprotesteerd over de afbraak van een muurtje. Maar het is het begin geweest van het einde, want ze zijn nu klaar. Muurtjes weg, hè? Muurtjes weg, ja, dat komt nooit meer terug. Maar dat was een beetje wat weg is gehaald. Het was, als je het station van de Grinten krijgt, het is een waaiervorm naar golven die de stad inloopt. Dat is het publiek, dat is de trein, het is het eindpunt van de trein. Het is de zee. Een soort van delta, ja, de rivier. Ja, ja, stroomt de stad binnen. En daar tegenover stond één muurtje in een V-vorm, pier en oceaan. Begrijp je? Mm-hmm. En dat muurtje was symbool voor de stad. De stad Den Helder, die trots al die golven van al dat publiek en al die energie aankon. Dat muurtje is gesloopt door werkelijk zogenaamde mensen die dus stadsvernieuwing in hun kop hebben, maar eigenlijk bezig zijn met stadsvernietiging. En dat is wat hier in Den Helder gebeurd is. En deze mensen hebben 4 jaar lang vrijspel gehad, omdat er een meerderheid was van het kartel CDA, VVD, D66, PvdA. En het is elke keer, werd om 16, 15, werd alle inspraak teniet gedaan. En dat is ook 4 jaar lang de geschiedenis van mijn museum geweest. En heeft een verhaal, hoor. Ja, deze stad staat heel erg synoniem voor Nederland. Zoals Dick Berts het zei gisteren in een Twitterbericht. Ik zie Den Helder als de kop in de wind. De kop, letterlijk een boegbeeld van Nederland. Ja, dat klopt. Een vriend van me die zei het heel simpel. Die zei van... Ik zal het anders eventjes kijken, ik kan het niet terugvinden denk ik, maar hij zei letterlijk zoiets van, hoe kan het dat de kunstenaar die zijn tijd ver vooruit is, komt in een stad die ook zijn tijd ver vooruit is, maar dan in de vorming van een ondemocratische dictatuur die eigenlijk vooraf loopt op wat er in Nederland helemaal aan de hand is. Want het lijkt wel of Den Helder het experiment plaatsvindt, mm-hmm. van hoe je... hoe je het publiek kan negeren, hoe je de stemmers kan negeren, hoe je de mening van de mensen kan negeren. En hoe ver je daarin kan gaan. Dus dat is wat ik hier aanschouwelijk heb meegemaakt de afgelopen jaren. En daar komt ook mijn verzet vandaan. Dat is gewoon, ja, die hele stad is natuurlijk gebombardeerd geweest door de Engelsen. Er wordt geen enkel schoolboekje op de lagere school en de middelbare school hier in Den Helder verteld.
Want men wil natuurlijk niet vertellen over hoe Den Helder gebombardeerd werd door de geallieerden. Als het nou de Duitsers waren geweest, dan had men het wel in schoolboekjes opgenomen, maar nu niet. Wil je nog een kopje koffie? Zal ik dat eens even inschenken? Nou, lekker. Graag. Ik zet ze allebei heel even stop. Ja, doe maar. Doe maar even een kopje eerst. Kijk, ik vraag me ook wel eens af of het beleid van de gemeente naar mij ook niet een soort voorbeeldfunctie moet hebben ten opzichte van outsiders en deze stad. Dus met andere woorden, waag het niet om hier aan te komen. Waag het niet om hier iets te beginnen. Wat loopt dramatisch met je af. Een soort waarschuwing. Om navolging te voorkomen. Dan vraag ik het weer. Ja. Waarom heb je. Wist je dat toen je hier kwam? Nee, want ik ben hier. Okay. Anders had je het niet gedaan. Deze studio zit ik nu 12 jaar. Ja. Dus ik zit hier sinds 2006, 2007. Mm-hmm. En dat had ik niet gedaan. Nee, dat kan ik ook weer niet zeggen. Het is niet zo dat ik dat dan niet gedaan had. Nee, dat zei ik net al. Ik heb geen centimeter tapijt van alles wat ik gedaan heb hier. Want er zit ook een rover in jou, in die zin. Jij wil het wel burgen, of je wil het niet roven, maar je wil het wel... Je moet natuurlijk nooit vergeten dat ik natuurlijk de wijze lessen van de kraakbeweging ook te hard heb genomen. Kijk, je hebt nu een anti-kraakwet, maar je hebt geen anti-leegstandswet. Een van de ideeën van de kraakbeweging was dat bezit diefstal kon zijn. Dus met andere woorden, als jij dus panden bewust liet leegstaan omdat je daar belastingvoordeel mee had en het onttrok aan het algemeen. Dan ben je al een rover. Dan ben je in feite een rover, want je zorgt ervoor dat er staan mensen op straat, mensen zoeken woning, er is niets te krijgen. En ondertussen laat jij het financieel gewin, laat je dingen leegstaan, bewust. Het is natuurlijk een schande dat die leegstandswet niet doorgevoerd is. Maar goed. Je kan je afvragen of dat überhaupt niet het thema is van al mijn werk. Al mijn werk werkt eigenlijk met beelden die niet van mij zijn. Die ik geleend heb, of die ik gebruik, of die ik naschilder, of die ik verander. Dus ik werk altijd geënt op een bestaande realiteit, waardoor ik eigenlijk altijd een dief ben van beelden. Bijvoorbeeld de Volkssoldaat een stukje, al het werk van Scholten is illegaal. Ik vind het prima. Ik heb ook daar een nodige zaak over gehad. Maar waar het natuurlijk om gaat. Wie is eigenaar van een beeld? Niemand. Mijn idee. Nou, dat is dus niet waar. Want overal liggen copyrights op. Ja, er ligt beeldrecht op. Is bescherming op. Ik dacht, oké. Als dus ik constant te maken krijg met zaken die mensen tegen me aanspannen. Omdat ik beelden zou hebben hergebruikt. Mm-hmm. Dat begon met een. Er zijn allerlei affaires in mijn leven die daar een rol in hebben gespeeld. Dan moet ik dus eigenlijk het copyright nemen op het copyright teken. Want daar ligt natuurlijk geen copyright. Dus ik ben het copyright teken gaan naschilderen als zelfportret. En dat is even mijn bekendste schilderij geworden internationaal. Maar eigenlijk heb ik daarmee dus ook het beeldrecht verworven op het copyright teken. Ik dacht, als dan Philips komt en zegt tegen mij: hey, meneer Scholten, u heeft in uw schilderij nachtlicht, een lamp met zwart licht. Heeft u het Philips-symbool gebruikt? Dat heeft het niet helemaal weergegeven. Want u heeft een soort bedlampje met zwart licht erin geschilderd. Maar de rest is duidelijk herkenbaar. Het Philips-symbool staat er zelfs. De naam staat erop, Philips. U kunt dat niet reproduceren. Schilderen mag wel, omdat het een unicaat is. Maar reproduceren mag niet. Mm-hmm. Ik dacht, nou dan zeg ik. Ja, maar u heeft onder dat beeld uw copyright-teken staan. Dat copyright-teken. Dat is mijn beeldrecht. U heeft dat gebruikt, mijn copyright teken onterecht. Dus dat heb ik altijd een weerwoord, een soort leverage ten opzichte van de aanklachten die ik te verwerken. Maar is dat hypothetisch of is het echt zo geweest? Het is nu feitelijk zo. Als iemand nu een copyright teken zou schilderen, zou die in feite mijn beeldrecht aantasten. Want dat heb ik dus. Ja. Kijk, je hoeft dan, dat is het mooie van beeldrecht, je hoeft er geen gebruik van te maken. Je hoeft je recht niet uit te oefenen. Net zoals de gemeente mij niet op straat hoeft te zetten. Nee, dat kan ze doen. Maar ze hoeven het niet. Nee. Snap je? Er is geen enkele verplichting. Nee, dat had ik begrepen. Wat de rechter heeft uiteindelijk heeft gezegd, is dat de gemeente daar
toe kan besluiten, maar niet als vonnis. Ja, het is wel als vonnis, maar men hoeft het vonnis niet uit te voeren. Als iedereen ondernemer wordt van zijn eigen leven, hetgeen betekent dat je, ook als je niet in de mogelijkheid bent om je eigen brood te verdienen, dat je dan een onderdeel of een aandeeltje krijgt uit de economie, namelijk een basisinkomen. Een basisinkomen. Er was niet genoeg geld om het onderzoek over het basisinkomen uit te voeren. Maar goed, dat komt nog wel, denk ik. Nee, dat gaat maar, om, maar, dat is goed, nou typerend. Dat is typerend voor de Nederlandse democratie en de werkingen. Je acht het als parlement belangrijk genoeg om een onderzoek te laten uitvoeren, maar er is niet genoeg geld om het onderzoek te laten uitvoeren. Kijk, het is net zoals die tiltmeters in Groningen. Je beslist als parlement dat de tiltmeters moeten worden geplaatst, maar die tiltmeters worden niet geplaatst, waardoor de schade niet kan worden opgenomen. En zo is het met alles. En dan, als dat eenmaal, stel dat dat lukt, hè? Eerst in Zwitserland hopelijk, ja. En het spreidt zich uit over de rest van Europa en de rest van de wereld, waar naar mijn idee we op een gegeven moment ook niet meer onderuit kunnen komen. Nou, zeker als we zien hoe de robotisering plaats gaat vinden de komende 20 jaar. En dat we 40-50% van onze arbeid kwijtraken aan machines. Precies. En dan zou je kunnen zeggen van, dan doen we een tweede actie. En dan heffen we het volledige copyright systeem op. Ja, maar zo zit het natuurlijk niet. Want copyright en patenten, want dat is hetzelfde, worden natuurlijk zijn verdienmodellen voor de macht. Dus je ziet op het gebied van. Dan elimineer je dat toch? Ja, maar dat is een kwestie van willen en die wil ontbreekt. Omdat degene die dus maar de meeste lobbyisten kunnen betalen in Europa en het nationale parlement, zijn al die maatschappijen die copyrights beheren. Kijk, als je schrijft. Ja, maar ik ga uit van de hypothetische. Toestand waarin iedereen. Ja, maar het is net zoals bij communisme. Alles is opgelost als de arbeider in bezit is van de productiemiddelen. Dus eigenaar is van de productiemiddelen. Het is heilstaat. Een wereld zonder copyright is een heilstaatmodel. Een wereld zonder copyright is. Een prachtig boek is erover van Jos Smiers. Een van de beste denkers van Nederland. Ja, maar copyright bestaat nog maar heel kort. In de mensheid. Ja en nee, ja en nee. Dus ja en nee. We hebben, kijk, er zijn over copyright zijn een aantal dingen moet je erover vertellen. Het is toch een machtsmiddel? Ja, maar luister nou. Wij zijn zelfs jouw lijf en al de bouwstenen van jouw lijf zijn gepatenteerd. Alle natuur, broccoli, is gewoon gepatenteerd. Je mag zelfs broccoli niet meer verbouwen zonder een permissie van degene die het patent heeft op broccoli. Tenzij je een andere zaad gebruikt. Maar dat zaad wordt, dat wordt gewoon. Je hebt verschillende soorten broccoli. Ja, natuurlijk. Maar het wordt, de EU is duidelijk bezig met het opheffen van alle moestuinen en probeert alles gecentraliseerd, genetisch gemanipuleerd, Monsanto-achtig in de wereld te zetten. Dat wordt beschermd. Begrijp ik niet waarom jij niet tegen het opheffen van. Ik ben ontzettend. Ik ben denk ik je grootste medestander voor het opheffen van copyrights die er bestaat. Dus okay. Ik heb mijn hele leven nog nooit iets anders gevochten. Okay. Er zou natuurlijk onmiddellijk internationaal een verbod moeten komen op het op copyright heffen op bestanddelen van de natuur. Dat betekent dus alles wat kan groeien en zich kan ontwikkelen, zou gewoon vrij moeten zijn. Daar zou niemand dus geld aan mogen kunnen verdienen. Maar dat is niet het geval. Europa en de hele wereld heeft juist deze menselijke DNA-stukken verdeeld over twee, drie bedrijven. En die zijn nu eigenaar van ons. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ze hebben ons allerlei dingen ontnomen. Nou ja, laat ik reëel zijn. Ik weet dat ik geen telefoongesprek wat ik voer, of geen gesprek wat ik überhaupt heb, ongeobserveerd gaat. Dus alles wordt waargenomen.
En dat is ook die G5, dat G5-netwerk natuurlijk, die sleepwet. Ja, dus heeft het ook geen zin om je... Ik ervaar het persoonlijk als een heel erg groot gevoel van veiligheid dat dat allemaal gebeurt. Alleen wat ik irritant vind, dat ik vaak verbroken word tijdens gesprekken, dat er dus inmenging plaatsvindt, dat nummers buiten werking gesteld worden. Dat is, vind ik iets minder leuk, want daardoor kost telefoneren me heel veel tijd. Maar voor de rest, ik vind het een veilig idee dat er minimaal 2 à 3 organisaties mee aan het luisteren zijn op dit gesprek. Ja. Want dat dient mij tot voordeel. Het wordt allemaal keurig vastgelegd. En dat is denk ik hoopvol. En wij doen het zelf ook. Dus nu. Ja. En jij doet dat, ik doe dat niet, hè? Ik doe het. Ja, ja. Dit is jouw ding. Ja. Dat ben ik niet. Jij bent mij aan het filmen op dit moment. En ik laat mij filmen. Ja. Dat is hoe het zit. Maar kan ik je nog iets vertellen? Kan het niet in plaats van zoals wij proberen de waarheid naar boven te krijgen op een slimme manier, zonder dat we onszelf daarmee in gevaar brengen? Dat kan haast niet dus eigenlijk. We zijn sowieso in gevaar. De mensheid is op dit moment sowieso in gevaar. De waarheid is een gevaar voor de club die de leugen verspreidt. Dat is gewoon aan de hand. Dus met andere woorden... Waarheid, licht, is gevaarlijk voor het kwaad, is gevaarlijk voor het donker. Want je kan alleen in het donker misdaden doen. En als dat onthuld wordt door het licht, dat betekent dat de misdaden niet meer kunnen worden doorgezet. En dat is het probleem. Dus word je onthuld, kijk, het ronde archief, zoals ze dat op het gemeentehuis Den Helder noemen, is ideaal. Het probleem, maar ook de oplossing. Hè? Is de oplossing. Kijk, het probleem, kijk, om even een voorbeeld te geven. Toen ik terugkwam van Tenerife, ik kwam uit een hele scheffe situatie waar ik echt heel erg gevochten had om iets niet te laten gebeuren wat toch gebeurde natuurlijk. Kwam ik terug en toen zei een vriend tegen me, een hele goede vriend met wie ik vroeger tijdschriften ook maakte, Edser Diederik. Een goede vriend van Martin Bril en van Joost Wageman ook. Die zei tegen me, Scholte, Rob, weet je eigenlijk wel wat het paradijs is? En toen vertelde hij het volgende verhaal. Hij zegt, het paradijs is eigenlijk de bron in het midden van het woud. Waar alle dieren komen drinken. De os komt daar, de slang... Maar de tijger en de schildpad, allemaal komen ze, allemaal in het water staan ze. Maar de basis van het paradijs, zegt hij, is de stilte. Zo bedoel je. Hij zegt, de stilte die er heerst als de tijger het lammetje pakt. Want uitsluitend door die stilte... kunnen de dieren met elkaar daar drinken. En als dus iemand zou gaan protesteren tegen dat lammetje wat daar gestolen wordt en opgegeten door de tijger, is het paradijs er niet meer. En de hele wereld is zo ingericht dat we eigenlijk de kannibalen, de pedo's, een systeem hebben waarin die dus ongezien, onopgemerkt, ze worden wel gezien, ze worden wel opgemerkt, maar er wordt nooit over gepubliceerd. Er wordt nooit over gesproken. Getuigen die willen verklaren worden monddood gemaakt. Om dat systeem doorgang te kunnen laten vinden. Het systeem van kindermisbruik en van mensenoffers. En dat is de hele wereld eigenlijk op gebaseerd. Dus we hebben met elkaar een soort systeem bedacht. Waarin dus stilte alles toedekt. Het is namelijk het recht om niet gevonden te worden op internet. Wat mensen tegenwoordig hebben. Dus dat je als je Google-machines, search-machines, staat er keurig onder dat sommige mensen om privacy-redenen niet meer steeds materiaal onzichtbaar gemaakt. Het onzichtbaar worden van misdaden is eigenlijk het enige waar het om gaat. Dat alles wat, en dat is ook het probleem bijvoorbeeld bij mijn website en wat ik doe, bij mij is alles zichtbaar. Want het licht hoeft niks te verbergen. Je hoeft niks te verzwijgen. Alles mag zichtbaar zijn. Als mensen mij aanvallen, publiceer ik dat ook. Als mensen me uitschelden, publiceer ik dat ook. Ja. Als ik schuld heb bij American Express,
publiceer ik dat ook. Gewoon omdat het deel is van het totale verhaal. Er is niets te verbergen. Ik kan er niet slecht uitzien. De waarheid, daar hoef je niet over na te denken. De waarheid die spreek je gewoon uit zonder enige... Je hoeft alleen maar als je liegt, dan moet je permanent bedenken. Of je wel vertelt wat je de vorige keer hebt verteld. En dat is dus hartstikke vermoeiend. Maar we hebben gewoon in Nederland een systeem waar gewoon hele zware criminaliteit gewoon ongezien verklaard wordt, onzichtbaar kan blijven. En waar we met z'n allen dus aan meewerken om de vrede, de paz en vrede in ons heerlijke koninkrijk niet te verstoren. Want als we het dus over gingen hebben wat de werkelijke misdaden waren, als we Joris Demmink iets zouden gaan vervolgen, ja, dan komt al die viezigheid komt boven water. En dat is het laatste. Dat is het laatste wat Nederland wil of kan gebruiken. Want uiteindelijk zijn al die schoolopleidingen die kinderen hebben, is niet iets aanleren, is iets afleren. Wat ze afleren is gewoon hun eigen initiatief afleren. Ze leren om vredige belastingbetalers te worden. Ze mee te draaien in het systeem zonder daar vragen over te stellen. Ze leren in de pas lopen en ze leren al hun oorspronkelijkheid, uniciteit opgeven. Dat is wat het is. En dat is ook om de samenleving, deze winstmachine voor een kleine groep, te laten doordraaien. Dat is waar we nu mee te maken hebben. En je, vertel je dit ook aan jouw kinderen? Nee, natuurlijk niet. Nee, mijn kinderen hebben het recht om zelf kind te zijn en hun eigen ontdekkingen te doen. Ik heb heel lang... Dat doe ik ook niet. Natuurlijk niet. Nee, mijn inzichten die deel ik, voor zover ik dat wil, met het publiek. En als zij daar kennis van nemen, nemen ze daar kennis van. Maar het is niet dat ze aan hun. Ik ga niet mijn kinderen indoctrineren. Mijn kinderen zijn vrije kinderen. Die kiezen hun eigen inzichten. Als mijn dochter met een oranje vlaggetje langs de koets, bij de koets wil staan, dan kan dat. Dat is helemaal toegestaan. Dus iedereen moet zelf ontdekken hoe het zit. Het is alleen waardevol als mensen zelf ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. En dat hoeft niemand te vertellen. You got to save yourself. To save yourself was de song van Soft Machine. Die nog steeds heel belangrijk is. You got to save the world to save yourself. Nee, you got to save yourself to save yourself. Oh, je moet jezelf redden om jezelf te redden. Ja. Want anders is er niets. Mm-hmm. Je kan dat niet doen omdat anderen je vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Die ervaring kan je alleen hebben. Kijk, het is hij die ogen heeft, die ziet. Hij die oren heeft, die hoort. Zo staat het in de Bijbel. En dat is ook zo natuurlijk. Alleen, er zijn heel veel instanties over reden. Heel veel kranten, tijdschriften, radio en televisie is ermee bezig om ons iets voor te spiegelen. Waardoor we inzichten denken te hebben over alles, maar niet meer zelf hoeven te kijken. Dus, maar iedereen die inderdaad oren heeft, die hoort. En iedereen die ogen heeft, die ziet. Dat is een keuze aan iedereen. Dus alleen, het wordt je heel moeilijk gemaakt. Heel moeilijk. Het is heel erg moeilijk om onafhankelijke oordelen te hebben nog. En onafhankelijk naar dingen te kijken. Diepe zucht. Ken jij Jofra? Fantastische schilder. Okay. Ik ben fan van Jofra. Jofra Boshart. Ja. Ja, Jofra is een van mijn lievelingsschilders geweest toen ik 13, 14 was. En ik denk dat ik door hem ook ben gaan schilderen. Want ik zag opeens door zijn metarealisme, zag ik eigenlijk dat het mogelijk was om met beelden een hele taal te hebben die leesbaar was. En toen dacht ik, dan heeft het ook zin. Hij en gek genoeg Karel Appel. Karel Appel die dus zei van... Tegenwicht, hè? Ja, maar eigenlijk hetzelfde. Dus de totale taal en de totale... Ik rotzooi maar wat aan. Samen vond ik dat de magische formule. Want Karel Appel toonde mij in die film van Jan Vrijman, als er gefilmd wordt door het gat in het canvas, hoe hij daar staat te slaan op het doek en de aardbrui van Appel. Was zo inspirerend voor de totale vrijheid die je als kunstenaar kon nemen. Ja. En die heb ik ook, daar heb ik zoveel aan te danken. Daar heeft Jofra ook kennis van genomen, hè? Jofra die kent dat ook. Die heeft ook van diezelfde vrijheid, maar dan de vrijheid om gewoon
om gewoon een taal te gebruiken zoals jij hem wil gebruiken. En dat heeft hij gedaan. En ik waardeer dat enorm. Ik heb in het kunstcentrum Bergen de Meta-realisten tentoonstelling gezien. Onder andere met het portret van Juliana door Diana van den Berg. En ja, ik vond dat fenomenaal. Ja. Ik heb er heel erg van genoten. Later kwam ik daardoor ook bij surrealisten terecht en bij Dalí en zo. Maar eerst was Boerstuffra. Ja. Ik heb een portretje van hem gemaakt, hè? Echt waar? Ja, 1998. Oh, mag ik dat een keer plaatsen op mijn site? Ja, natuurlijk. Ja, graag. Je kunt het zo linken, want het staat Op YouTube. YouTube en op Vimeo. Ah, fantastisch, dankjewel. Ja. Daar ben ik blij mee. Ja. Goed, man. Okay. Nee, dat vind ik echt gek. Dat is lang geleden, 1998. Maar toen 98, dat is 20 jaar geleden. Ja. Fantastisch. Hij is overleden in? In 1999, dan weer. Nee, ik zeg het verkeerd. Hij is overleden in 98. Ik heb het portretje gemaakt in 1991. Echt waar? 91? Dus dat is nu 27 jaar geleden. Ja? Ja. Wauw. Waar was het? In Frankrijk waar ik Frankrijk, ja. Ben je hem gaan opzoeken? Ja. Fantastisch, man. Fantastisch. Ja. 40 minuten. Echt 20 minuten? 40 minuten. Nou ja, heel interessant. Ik ga het kijken. Ja, luisteren kijken. En ik bedoel, er is natuurlijk alle materiaal wat verslag doet van deze grote schilder. Dat is gewoon natuurlijk super waardevol. Ja. Ja. Bijzonder. En jij hield ook van zijn werk. Ja, sowieso. Ik ben er eigenlijk voor een deel mee opgegroeid. Ik ook echt. 13, 14 was ik toen het zo mooi vond. Boeken verslonden. Hij was een soort gids ook. Hè? Door heel veel geheim materiaal. Hij bracht aan de oppervlakte de soort... Dus het metaniveau in de wereld, hoe de wereld georganiseerd was volgens een Rozenkruisers ideeën, dit soort ideeën en hoe dat allemaal samenkomt in zijn werk. Ja. Hij beeldt dat af. Ja. Heel bijzonder. Hij is weggegaan, hè, bij de Rozenkruisers. Ja. Nou, ik denk dat hij niet de man is voor clubs en geheime organisaties. Nee. Hij is heel vrij denker. Ja. Was hij toen nog met die Van den Berg samen? Nee, de laatste periode van zijn leven heeft hij geleefd in Frankrijk met Alain Laurien, een van die andere meta-realisten. Ja, bijzonder. Ja, ja man. Die overigens... Nou, maar dit is natuurlijk typisch kunst die wel in het Rob Schotten Museum past, maar niet in de Nederlandse kunstmusea. Nee. Want eigenlijk is hij ook natuurlijk een kunst die net zoals Antropiek verworpen is helemaal. Weet je, dus hij is niet officieel bijgeschreven in de annalen van de Nederlandse kunstgeschiedenis, geheel ten onrechte. Maar het is ook omdat hij natuurlijk extreem postmodern is in zijn standpunten. Ja. Hij speelt Leentje Buur op alle stromingen die er gewend zijn. En met name klassicistische en surrealistische dingen. En de humor, hè? Ja, ook dat. Maar dat is natuurlijk niet... Dat is tegen de moderne traditie en de traditie van de moderniteit. Joffra ontkent die traditie, staat er helemaal haaks op. Zoals ook Dickett of andere, weet je wel, dus Willink er op een bepaalde manier haaks op staat. Maar ook bijvoorbeeld Jan Toorop, maar ook bijvoorbeeld Han van Meegeren, bijvoorbeeld ook Erik Wichman. Dat zijn weer mensen die bij mij in het museum terugzien. Ja, ja. Omdat het mensen zijn eigenlijk allemaal die gedisqualificeerd zijn voor de officiële geschiedenis. Net zoals ik eigenlijk zelf gedisqualificeerd ben. Kijk, ik speel wel een rol, maar vooral als spelbreker. Als ik iemand die dus het hergebruik van beelden aanmoedigt en dat ook doet... Postmodernist, ik word vaak als de eerste Nederlandse postmodernist gezien, eigenlijk zoals Jeff Koons en Damien Hirst. En dat klopt natuurlijk ook wel. Dus ik ben de eerste die dat ook publiek ervoor uitkomt, dat hij met assistenten werkt. Ik ben de eerste die laat zien dat hij gewoon met bestaande beelden werkt. Dus, en dat zijn allemaal taboes in de kunstwereld, waar het natuurlijk om het unieke genie gaat. Weet je? Het Van Gogh-syndroom is heel hoog in de kunstwereld. Dus op het moment dat je een werkplaatsidee hebt, zoals Rembrandt dat had, of zoals Rubens dat had, dan val je eigenlijk uit de moderne kunstgeschiedenis. Want de moderne kunstgeschiedenis is natuurlijk op dat genie gebaseerd. En hoe kan je een genie zijn als anderen het voor je uitvoeren? Dat is lijkstrijdig, is dat natuurlijk niet. Dalí deed trouwens ook. Dalí had ook assistenten, toch? Ja, logisch. Als je iets wil maken wat groter is dan je eigen vermogens. Dus als je iets wil maken wat meer tijd kost, wat arbeidsintensiever is, dan zal je wel over moeten gaan tot de hulp van assistenten. Kijk, toen ik mijn Japan-project maakte, had ik daar permanent 8 man,
6 man op de job gedurende 4 jaar. Dus als je die manjaren allemaal gaat rekenen, dan had ik bijna bij zo'n spreken... Was je nu nog bezig? Ja, want ik 94 manjaren moeten besteden alleen aan dat schilderen daar. Zo, weet je? Dus je doet iets wat boven je eigen capaciteit uitreikt. Je doet een gooi naar iets groters. Dat zit ook in die borduurwerken bijvoorbeeld. Als ik al die dingen had moeten borduren, die al die lieve vrouwen van Nederland nu geborduurd hebben voor mij, zodat ik het kan hergebruiken, daar zitten 2 eeuwen werk in of zo, wat ik zo'n tentoonstelling in de fundatie als ik gemaakt heb. En dat al die menselijke energie is terug te vinden in die dingen. Dus is alles wat er in de fundatie overigens was te zien, ook nu ook te zien in Antwerpen? Of is daar maar een deel van? Ik heb in Antwerpen heel wat anders. Ik heb alleen maar schilderijen. Omdat je het over borduurwerk had? Gisteren was ik in het museum van Gorkum. Oh, dat was het. En dat is deze tentoonstelling, de kunst van het borduren. En voor de draad ermee, heet het. En dat is morgen, dat gaat zaterdag open. De kunst van het borduren. Ik ben de enige man, te midden van allemaal vrouwen. Dus ik ben hartstikke trots. Dat die vrouwen mij nu midden velen. Maar dat is zaterdag gaat het open in Gorkum. En morgen, vandaag gaat het open in Antwerpen. Maar dat zijn schilderijen. Ja. Ik heb een serie gebeden gemaakt eigenlijk. Bemoedigingen. En die worden daar tentoongesteld. Zijn tekstbeelden. Uh-huh. Zijn echt schilderijen, handgeschilderde dingen allemaal. Uh-huh. En die toon ik daar. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik in ieder geval... Dat is natuurlijk ook een functie van een kerk. Een kerk is natuurlijk een plaats van asiel. Mm. Het is een plek waar asiel geboden wordt. Een kerk, je ziet mensen die vluchten altijd naar een kerk toe gaan. Het is ook het asiel voor de vrije geest. Voor het vrije denken. Helaas in deze tijd van satanisme. Want uiteindelijk kan je... Hoe de wereld nu opgebouwd is. Is eigenlijk ter voorbereiding van een soort satanisch wereldrijk eigenlijk. Zo zie ik dat. En er zijn juist de christenen. En er zijn de christelijke wereld en ideeën staan gigantisch onder druk. Kijk, je wordt eigenlijk beloond vandaag de dag om kwaad te doen. En hoe kwaad je het doet, hoe hoger je eindigt in de hiërarchie van de wereld. Terwijl natuurlijk de mensen die goed doen, die ontvangen de harde klappen vandaag de dag. Het lijkt wel alsof het juist de bedoeling is om in dit leven zoveel mogelijk rotzooi te trappen en daarmee faam te verkrijgen. Terwijl die faam volledig wegvalt op het moment dat iemand ziek wordt. Het niet meer een bepaalde dingen ineens voor zich zien van, oh, wacht eens even, waar was ik nou helemaal mee bezig? Ja, goed gezegd, dat is ook echt zo. Ik denk natuurlijk dat mensen die ziek zijn of ouder worden, of die überhaupt, zeg maar, wat natuurlijk deze club niet wil is sterven. Ze willen als God leven gedurende dit leven. Eigenlijk, en de onsterfelijkheid... Vermijden, maar ja, dat kan niet. Nou ja, ze menen dat het wel gaat gebeuren. Dat kan. Het drinken van het bloed van kinderen zou een verjonging geven. Nou, dat is, ja, we moeten niet aan denken, weet je, er zijn rare dingen, maar het bestaat. Hè? Ja, nou, het bestaat, het is vrij algemeen in bepaalde kringen zelfs. Dus, en het probleem wat daarmee is, het is natuurlijk allemaal gebaseerd op angst. Mm-hmm. Angst. Mm-hmm. En... er is natuurlijk geen enkele reden tot angst als je akkoord bent met jezelf. Ja. Als jij licht vertegenwoordigt en je spreekt de waarheid, mm-hmm. waar kan je bang voor zijn? Ja. Weet je, er is gewoon geen enkele... En dat is het. Kijk, mensen zijn het meest bang voor zichzelf. Wat ze over zichzelf gaan denken op het moment dat ze dus doodgaan. Want, zijn ze bang voor de dood. Ze zijn bang voor het oordeel. Wat er gaat komen over hun leven. Want ze hebben natuurlijk misdaden begaan, vaak. Er zijn dingen gedaan die tegen hun eigen aard in hebben gedruist. Ze hebben zichzelf verkocht, hun ziel verkocht vaak. En ze zijn daardoor ook die connectie met het licht, met God, kwijt. En op het eind van je leven proberen mensen die door een laatste sacrament te herstellen, bijvoorbeeld. Dus ze proberen, omdat ze zich dan realiseren... Kijk, je zegt wel, als je in het val naar beneden van dat gebouw, ik zag mijn hele leven aan me voorbij trekken. Weet je wel, dat is een soort film van mijn leven. Dat is natuurlijk ook zo. Want in het licht van de eeuwigheid, je bent een optelsom van al je eigen daden. Jij bent verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk voor wat je zelf hebt gedaan. En
dat is, daarover ga je op het laatst van je leven over jezelf oordelen. En dan zie je heel veel mensen tot ontdekking komen dat ze niet hebben gedaan in hun leven wat ze graag hadden gewild. Dat ze niet hebben gestaan waar ze voor hadden willen staan. Dus ze komen zichzelf tegen in die laatste uren. Veel mensen hebben een moeilijk eind omdat ze gewoon een moeilijk leven hebben gehad. Omdat ze gewoon de verkeerde keuzes hebben gemaakt. En de consequenties van die verkeerde keuzes leven. En dat is natuurlijk super dramatisch. Maar weet je, één ander ding moeten de mensen die dit horen ook nooit vergeten. Mensen zijn zo goed als hun laatste daden. Dus al ben je nog zo fucking slecht geweest, al heb je mensen vermoord, al heb je de meest grove dingen ten opzichte van je medemens gedaan. Dan nog is er elk moment gewoon de genade van God. Elk moment kan je gewoon jezelf reinigen. Elk moment kan je goed worden. Elk moment kan je voor het licht gaan. En dat, de boel, dat moet gewoon ook een enorme troost geven. Mm-hmm. Oh, ik spreek hem nog een keer aan. Kijk. Dat komt ervan als je dat zou je auto je eigen verdwaalt in je eigen woord. Veel te aansteken. Ben ik toe in staat te worden. Maar dat klopt. Maar we leven in totaal spannende tijden, man. Ja, man. Dit is echt, we zijn deel van iets wat... Kijk, je moet natuurlijk ook zien dat al die... Als je gewoon nagaat, hè, Christus, gestorven aan het kruis voor ons allemaal. Of... Misschien wel niet gestorven aan het kruis, maar doorgeleefd als God in Frankrijk met Maria Magdalena. Ja. Iemand anders gestorven aan het kruis. Is dat niet een verhaal van de Bijbel geworden? Hij heeft gewoon nazaten gekregen in Frankrijk. Hij heeft gewoon zich voortgeplant. Er is dus een goddelijk bloed wat ergens wordt bewaard. Er is een bloedlijn van Christus. Er is een sangriaal, er is de graal. Uh-huh. Die wordt bewaakt door de ridders natuurlijk, die weten waar het zich bevindt. Uh-huh. En dat is langzamerhand zo in onze huidige tijd gekomen. Er wordt natuurlijk door deze geheime organisaties al eeuwenlang gewerkt aan de uitvoering van de openbaringen van Johannes, aan het laatste oordeel. Aan de apocalyps, aan de wederkomst van Christus op aarde. Want het wordt natuurlijk helemaal geanceneerd. Die bloedlijn is beschermd, je weet precies waar het zich bevindt, wat er gaat gebeuren. Er is een kathedraal die gebouwd wordt en die kathedraal is de wereld. Daar doen al die geheime organisaties aan mee. Ze doen heel slecht, maar misschien doen ze dat wel, om het goede te stimuleren. De functie die iedereen heeft, is iets om... Of nee, alles heeft een functie. Ja, alles hoort erbij. Alles hoort erbij. Iedereen hoort erbij. We zijn elkaar. En we zijn aan elkaar gelieerd. Ja, we zijn... Met elkaar verbonden. Als ik jou een klap geef, geef ik mezelf een klap. Ja. Dat heb ik ook een keer gezegd tegen een broertje van een zusje die in mijn les zijn zusje een klap wil. Nu heb je jezelf geslagen, ja, jongen. Je slaat gewoon jezelf. Maar zo is het. Achter, en toen, idioot, en toen had ik het idee dat hij dat snapte. Ik had ineens het idee dat hij dat snapte. Nee, maar ik denk uiteindelijk uiteindelijk snapt iedereen dit. Ja, ja. Maar soms duurt het heel lang. Dan is het een doodstrijd waarin je het snapt. Ik denk dat, kijk... om die reden... Christus keerde gewoon zijn andere wang toen, die zei... Doe het nog maar een keer. Ja. Maar hij wilde dat natuurlijk niet, hè? Nee, maar het was wel de enige manier om... Om te laten zien. Om te laten zien welke waarde die verstond. Ja. Bid jij wel eens naar Jezus? Nee, niet op die manier. Ja, ik bid wel, maar niet op die manier. Ik bid naar Jezus, ja, ook, maar... Mm-hmm. Ja. Ik vind het moeilijk om. Het is gewoon intimiteit met jezelf en met de wereld. Weet je? Dus het is. Laten we dit zeggen: vandaag in de kathedraal hangt er de volgende tekst. Ook al is hij niet helemaal hoe ik dat zie, maar ik heb hem wel geschilderd omdat ik het zo mooi vond. Geloof en gebed verrichten wonderen.
En dat is natuurlijk ook zo, op een bepaalde manier. Ja. Dus, kijk, uiteindelijk is het deelgenoot worden aan de kracht die groter is dan jezelf. Om je daaraan op te laden, om te kunnen gaan met terreur, met pijn, met verdriet, ja. Met verlies. Het is inherent aan ons menselijk bestaan. Dat hoort er gewoon bij. En God geeft nooit meer te dragen dan we dragen kunnen. Weet je, ik kan dit aan en daarom maak ik dit mee. Ja. Dus daarom zit ik in deze, ja. Daarom zit ik in deze situatie. Ja, ja, ja. Ja. Zonder benen. Met een week hoor ik het pand eruit gegooid. Ja. Hey. Dat is het wel. Ja. Eerst knuffelen. Ja. Roderick. Wat raar doe ik nou. Hé? Nee, nee maar ik zit nou even zo. Fijn dat je het knuffelt. Sta ik voor open. Ja. Dus, er zijn allemaal mooie dingen zijn er gezegd in dit gesprek. Denk ik ook. Ja, wat ga je ermee doen? Weet je dan? Ja, monteren. Goed. Nu wordt wel langer dan die van jou afgaat, denk ik. Ja, zeker. Ja, je hebt mooie filmnaams. Ja, je weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het is altijd kieken wat wordt. Hè. Dat is mijn, of tenminste... Dat was de conciërge op de Aki. Ja, heb je de Aki gezeten? Ja, ik heb de Aki gezeten, ja. Sipke Huisman, ja. Nou, een goede man. In die tijd, ja. Wat een bijzondere man. Dus de conciërge die zei op een gegeven moment, toen zaten we heel lang te zoeken. Ik zat in het derde jaar geloof ik en toen konden we gaan uitzenden op het lokale televisiestation van Enschede. En er was nog nooit uitgezonden. Ja, er was wel sporadisch een uitzendingetje geweest. Door de omroep zelf. En je hebt de audiovisuele afdeling. Ja, ja. Leuk man. En toen met een paar vrienden, collega's, medestudenten. Iets met kunst en stroom. Of we noemen het stroomkunst. En ineens zei de conciërge, waarom noem je het niet Kieken wat wordt? Kieken wat wordt. Heel goed, dat was gewoon raar. En zo, ja, die doen we. Natuurlijk. Ja. Ja, het is heel makkelijk. Het is heel fijn om gewoon de... Kijk, overal liggen inspirerende woorden. Overal liggen inspirerende beelden. En het is juist vaak als je ze heel slecht zoekt dat je het vindt. Zoals jij nu beschrijft, met kieken wat het wordt. Ja. Als de conciërge dat zegt. Ja, het is gewoon een cadeau natuurlijk wat je ervan krijgt. Juist omdat het zo'n man is die helemaal buiten het, buiten het kunstproces staat. En alleen maar zorgt dat... Het papier op tijd geregeld wordt en alles op tijd schoongemaakt wordt en iedereen ziek gemeld wordt. Want dat is de hele ins en outs van zo'n kunstacademie. Die gaat natuurlijk door de conciërge heen, dat is duidelijk. Ja, dus heeft hij eigenlijk ook het meest rechtschapen oordeel. Dus. Ja, inderdaad. Okay, tegelijkertijd nam dat natuurlijk ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee voor ons. Want als je dat voelt. Als je voelt dat je op een gegeven moment weet dat je niets is af of alles stroomt of whatever, pantarij. Ja. Dan moet je dus loslaten wat je eigenlijk die 18 of die 20 jaar daarvoor hebt aangeleerd dat je dingen af moet maken. Dat dingen klaar moeten zijn, dat je de afwas of whatever, alles. Maar dat kan helemaal niet. En op een gegeven moment is het gewoon een soort van accepteren dat het zo is. Kijk bij mij. En dat is dan ook weer heel lastig. Maar. Hey, het klopt wat je zegt. Kijk, dat is ook waarom ik aangaf het verschil tussen Karel Appel en Jofra. Kijk, Appel is bij uitstek het primitieve, kapotte, dat iets is zoals het is en het vak verf komt daar neer en niet ergens anders. Mm-hmm. Jofra heeft die kant van Appel ook, snap je? Die is niet alleen maar een schilder die zeg maar vooropgezet plan realiseert, maar hij is ook een huilend kind af en toe of iemand die gewoon een telefoonkrabbel maakt. Net zo goed als Appel natuurlijk heel duidelijk gezegd heeft, ik heb deze vrijheid overwonnen nadat ik eerst dus traditioneel in de Oorlogsrijksacademie naakte naturalistisch naschilder. En daardoor kan ik deze vrijheid, het is geen kindertekening. Het is, wat hij maakte was geen kindertekening, maar was een verworven vrijheid.
En je moet natuurlijk zien dat die twee heel erg bij elkaar horen. Dus dat ook Jofra die kant van Appel heeft, terwijl Appel ook die kant van Jofra heeft, die ze zichzelf al dan niet toestaan. Mm-hmm. En bij mij, ik heb dat natuurlijk ook gehad. Ik heb schilderijen gemaakt waar ik wekenlang aan schilderde om het juiste resultaat te bereiken. En tegelijkertijd maakte ik schetsjes die achteraf misschien nog wel waardevoller zijn dan het schilderij wat ik vooral met zoveel zorg heb gemaakt. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk ook bij mij een tijd geduurd voordat ik zeg maar deze onaffe kant in mezelf kon accepteren, die appelachtige kant, die kant dat ik een krabbel maak, ja. En dat die, weet je, die misschien helemaal niet goed getekend is, die gewoon precies verklaart hoe ik me op een bepaald moment voel. En dat is pas nu, zeg maar, in het huidige stadium van mijn werk, in de laatste 15 jaar, 10 jaar, eigenlijk sinds het Japan-project, dat ik in staat ben ook die rafelige, onaffe dingen op zijn waarde te beoordelen. Dus ik durf mijn tekeningen te laten zien. Ik heb in Antwerpen in begin mei een tekeningen tentoonstelling, waar je gewoon alle kanten van mijn werk kan zien tegelijkertijd. Want we proberen altijd te beantwoorden aan vooroordelen. Dus de Jofra is naturalistisch, fijn geschilderd, Appel is grof, maar je kan het net zo verwisselen. Die combinatie is juist ook ja, heel ja, het hoort er gewoon allemaal bij. Het hoort er allemaal bij, ja. Het hoort er allemaal bij, maar het is ook allemaal, ik bedoel, Rob Scholten, hij heeft iets met Jofra, maar hij heeft ook iets met Karel Appel, snap je? En dat is even waardevol. En het is ook iets wat je op een of andere manier ziet. Ik weet niet of jou dat ook is opgevallen. Dat de laatste jaar, de laatste 2 jaar misschien, door reclamebureaus gebruik wordt gemaakt van het hele low-res, het hele grove. Natuurlijk. In hetzelfde plaatje met heel fijn. Ja, kijk, het is, laten we reëel zijn. Een mens heeft beide kanten. Elk oeuvre van een kunstenaar heeft beide kanten. Er is, hoe exact of hoe precies of hoe gestroomlijnd het ook is, er is altijd een rafelige kant aan dingen, er is altijd een onaffe kant. Dus, en dat is omgekeerd ook zo. Dus wat heel belangrijk is, dat je jezelf de vrijheid neemt om te zijn wie je wilt zijn. Mm-hmm. Zonder je door allerlei restricties en conventies vanuit de wereld daarvoor te laten weerhouden. Je moet er één ding nooit willen en dat is dat je... En je wil beantwoorden aan vooroordelen. Dat is aan waardeoordelen. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat juist als kunstenaar tegen te gaan en te laten zien dat je staat voor al die verschillende stemmen. Stijlloosheid, dat is eigenlijk altijd mijn werkwijze geweest. Ja. Dus. Ja, man. Yes. Ja, misschien. Kom, ik zal eens even de deur open gaan, een beetje frisse lucht binnen. Ja, en kan ik hier ook ergens pissen? Ja, natuurlijk kan je pissen.